Basic Fit on Steroids. Gisteren publiceerde Basic Fit de cijfers over het eerste kwartaal. En het zal u niet verbazen, deze waren dramatisch. De omzet daalde met 92%, maar dat is logisch, want het aantal clubs is gesloten is 94%. Nu gaat men er natuurlijk van uit dat in de maand mei veel clubs weer geopend mogen worden en dat als het einde in zicht komt voor de slechte periode voor Basic Fit. Wat is echter de grote verbazing? De koers staat eigenlijk op de all-time high, dus op het hoogste niveau ooit, terwijl ze de meest beroerde periode ooit achter zich hebben gelaten, bijna. Hoe kan dat nu? Nou, de onderneming had 142 miljoen aan liquiditeit eind eerste kwartaal. Ze verbranden ongeveer 20 miljoen per maand op dit moment, dus eigenlijk hebben ze nog maar voor 7 maanden liquiditeit. Nou, nu hebben ze gisteren voor 200 miljoen nieuw geld uit de markt gehaald. En ja, stel je voor dat alles nog weer gesloten zou zijn en blijven, hè, dan zouden ze nog een keer 10 maanden extra cash hebben. Nou, tot mijn grote verbazing reageren beleggers ongelooflijk enthousiast hierop. Want de koers staat eigenlijk nu alweer 2 euro boven de koers waar gisteren die aandelen zijn geplaatst. Iedereen weet dat dit bedrijf het weer gaat openen en het weer goed gaat doen na de coronaperiode. Maar ze hebben wel in totaal bijna 20% meer aandelen staande nu uit dan pre-corona. Dat betekent een beurskoers op de all-time high, 20% meer aandelen in de markt sinds het begin. Ik snap het eerlijk gezegd niet. Ik vind dit overdreven en ik vind het toch wel een beetje de gekkigheid van de markt op dit moment. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Ik heb het ook heel lang in portefeuille gehad. Maar dit gaat wat mij betreft toch wel wat te ver. Ik heb dus op dit moment ook geen positie. Ik denk wel dat als je naar de andere kant van waarom staat die koers hier, dat je zou kunnen zeggen, ja, heel veel andere spelers zijn verzwakt geraakt. Basic Fit heeft heel veel cash en kan dus gewoon zijn openingen gaan versnellen. Kan misschien andere clubs gaan overnemen. Dus er komen misschien ook wel hele mooie kansen. Maar een all-time high, 20% meer aandelen uit de markt en je hebt toch die onzekerheid nog steeds van het coronavirus wat rondgaat. Dus je weet niet zeker wanneer al die clubs weer open gaan. Je hoopt in mei, maar het kan maar zo een aantal maanden later zijn. Dan vind ik dat het nu iets te hard is gegaan. Dus ik blijf het volgen, maar ik koop zeker geen aandelen op dit niveau. Albert Jellema, probeleggen.